Oké, de Troll Warzone update is er. En niet alleen dat, maar ook een paar graphical updates. Hey, niet zo snel inlopen jij. Dus het is minder geüpdate dan ik had verwacht. Want ik heb dus proberen Vultringen gekocht. Voor 57,5 mil. En nu is het niet geüpdate, maar ik te verkopen voor zoveel. Dus hoop dat hij vandaag nog weggaat zonder dus verlies te hebben. Om te beginnen dus, de andere nog wat wel is aangepast. Ja, ik begin eigenlijk met brons. Yeah! Oh, Lex erbij. Yeah! Nou, het is al een heuse verbetering. Nog niet echt schön, maar het is brons. En dan over naar iron. Iron ziet er daadwerkelijk al een stuk sterker uit. Gewoon sowieso. Als je nou hier dus brons erbij zet, dan zie je al het verschil tussen al 1 en 2 schouderbladen en zo. En dan hebben we nog steel. En steel ziet er al geheel compact uit. En wat er met mithril, element en iron en dringen later gaat gebeuren. Het dringen is al best gezien, maar die andere nog geen idee. Dus hier hebben we dan dus mithril. Dat is ja, nog gewoon mithril. Gewoon zoals het was. In plaats van oh, shiny. En ik heb wel zo vermoeden dat de Verdage Kite een beetje crasht door dit schild. Dus ja. Mooi. Verder nog de Skirt. En we hadden nog weer Rope Armor. Is dat Rope? Of zo. Dus de namen zijn veranderd. Zoals Blue Rope dinges. Blue Rope Top en zo. We hebben nu gewoon Wizard. Dus Wizard vul je in. En dan kom je vanzelf uit bij Wizard Rope Skirt en zo. Zelf op de Wizard Rope Skirt toe. En we dachten daar ook een set van. Wizard set. Wizard set. Ik wil een set. Rope GT. Trim met Blue Wizard set. Gewoon een Wizard. Nou. Nah. Oké. Okay. Wizard. Wizard. Oh. Roofskracht, oké. Okay. Gewoon niet beginnen. Oh, ik koop er 2. Oh. Ja, tuurlijk kopen die niet. Maar die zijn dus in ieder geval ook aangepast. Jee. Nou, kom mijn geld terug. Ja, geld terug. En ja, dus dat is eigenlijk aangepast. Qua armor. Verder verwacht ik er heel veel van. Wat nog verder zal gebeuren is, ja. Uiteindelijk zal alles geüpdate worden. Ik denk naar Noord van Valador, hoe ander armor eruit ziet. Want daar, zeg maar. Oh, ik moet te veel nadenken vandaag. Daar kun je wel de hooglevel armor zien die zo eigenlijk zijn. Dus hoe die eruit gaan zien. Dus daar ga ik ook even naartoe. Er is ook een nieuwe plek voor nieuwe members of beginnende mensen. Voor zo'n nieuwe guide. Oh mijn god, ik ben echt even veel onderweg kwijt hier. En nou, laten we daar nu alvast naartoe gaan voordat het nog meer misgaat. Oké, voor de mensen die het willen weten, ik heb een nieuw Black Evers item. Nog 2 dagen te gaan voor mijn totale nieuwe outfits. Dus ik mis er nog mijn legs en boots. En wat we hier dus ook in de achtergrond zien, zijn dus de nieuwe armor. Dus hier is weer Dragon armor. Wat er naar mijn mening veel beter uitziet. Dit is wel gold, zo te zien. Je ziet ook dat het meer gesloten is. Zoals het ook echt hoort. Dat echt een massief iets is. We zien hier dus Range It. Dit is volgens mij Blue Dragon Hide, lijkt het wel of zo. Weet ik veel. Oeh, Imp. Even Imp bekennen. Imp. Ik wil Imp. Ik wil de Imp. Zo, oké. Okay. Wat heb ik? 28 patroons. En daarnaast stuur je nog Infinity. Wat er naar mijn mening ook veel beter uitziet. Dus, nou, nog die trollen. En als het goed is, kunnen we ook het Home Teleport. Kunnen we ook naar Burtoop gaan. Dus laten we dat gaan doen. Misschien ziet er die wat anders uit. Yeah! Home teleport! Woo! Tududu. En het voelt ook alsof het vandaag meer laggy is. Direct pleten for it. Oké. Okay. Dus als ik home teleport, nou, kunnen we een spelletje door alle guides heen vliegen. En er is ook een nieuwe quest ofzo. Ik zal daar even van me kijken. Nou, hup, zwart scherm, ga weg. Ga weg. Sjoe. Sjoe.
Oké, dus dit ziet eruit als Slayer. Ah, het klinkt alsof als je dit doet, moet je geluid aan hebben. Heel handig. Ja, ik heb het nu het vuur aanstaan. Oh, daar hebben we weer die. Oh. Ah. Het is een troll die praat. In ieder geval. Into cave, stop digging. Aha. Je zou het misschien kunnen zien als een nieuw soort tutorial quest van members. Oké. Nou, het zijn in ieder geval twee signatures heroes die er al voor kwamen. Dus hier zie je de pijltjes om te. Ey! Oh. Oh, misschien roteren of zo. Stop attacking the troll. Oké, dus find Ozai. Hey, Ozai. En hier zie ik eigenlijk ook precies de pad waarin je loopt als je gelijk op hem klikt. This way! Ja! Waar heb ik nou een zwaard gekregen? Een sling heb ik gekregen. En hier hebben we dus. Oké. Defeat the troll train general with Ozai. Oké. Attack. Nou, level 12. Oeh. Echt een tutorial iets. Toek. Go, 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 go. Yeah! Woo! Ik win! Hij zag er best vet uit. Oh! Grimdow Troll General's Bones. Pick them up. Oké. Dus ik pak ze even op. Coins. Woo! 102. Dus als je geld maakt niet nodig hebt, daar dus. Ik kan nog niks dragen, voordat ik iets fout doe. Oké, en nu? Did you hear that? Baby! Ah. Nee. Goed zo. Hij ziet er ook zo lief uit, hè? He's so cute. Dan kijken we door. Hey, mijn Dragon Plate Armor set is verkocht. Ik had wel meer kunnen vragen misschien. Maar ja. Oké. Oeh. Volgens mij zag ik net een glitch. Un momento. Waar staat hij? Oké, dit klopt dus niet. Ik kan de Taskmaster Remote. Woehoe, ik had het Taskmaster Remote. Ha! Nee, dit is dus duidelijk een glitch. Ik ga even kijken met Task System. Want het is duidelijk dat ik niet alles heb gedaan. Oké, deze options. Oké. Ja, ik kan hier niet van dingen wisselen. Goed, dus we volgen even de pijl. Wacht. Even nog een keer doen. Woehoe! Kijk! Patrick! Joren! Haha, ik had ook! Oké, duidelijk een glitch. Dat zal denk ik wel. Ik krijg wel ieder moment een update. Dat het gefixt wordt. Dat is niet goed. Dus. Omdat ik waarschijnlijk zoveel taxen heb afgerond ineens. Nou ja. Praat. Zoals je ziet is dit. Oh, deze toch ook iets aangepast. Ja. Devil heeft ook een graphical nu iets. Dus.
I do it right away. Oké, dus eigenlijk is het heel makkelijk deze tutorial, volgt gewoon steeds de lijn. En ik even die zwaard lezen. Zwaard heeft special attack. Sling, ja. Die kennen jullie wel. Die Goed, dus weer dragen. Wield. En dan moet hij dus omhoog. En zo, het is die lek. En schieten. Oh yeah. Ik vind het wat Jalex het goed heeft gedaan. Ik bedoel, je leert wel een beetje een aantal dingen. Waarschijnlijk haal ik misschien wel de skills rond. En de grot is dicht. Hoezo hadden hun dat niet kunnen doen? Echt, waarom ik... Ik weet dat ik awesome ben, maar ja. Mission accomplished. En ik verdien hier de hele tijd geld mee. Dus voor beginners... Ja. Ja. Is goed iets. Ga zo door. Oké, wat krijgen we hier? Hier krijgen we volgens mij skills uitgelegd. Dat is mooi. Dus dat was een soort van quest uitleg of zo. Oh man, ik lek hier hard. So do you. Talk to. En ja. Dus snel doorklikken. Kon niet een te lange video. Hehe. Oké, bouw de baby troll up. Go. Of je kan hier volgens mij gewoon je skills. Ja, sowieso liggen als je niet weet wat moet doen. Nou, ik wil wel naar hem kijken. Jee. Zo. Oké, vitals op review common skills and get new gear. If you picked up extra gear, use the bank chest to store spare items. Oké. Is er nu nog een pijltje? Of was dit het? Walk with. Use. Tada! Nah, don't do it. Rauw potato. Dus ze worden vernoemd naar wat ze eten. Nou, oké, dan neem ik jouw sling. Me like sling. Dus hij eet sling. Woo! Oké, Burry. Krijg veel XP, krijg veel XP. 7. En ik vind het ook al moeite waard om dit uit te proberen. Een beetje rond te kijken, dus als het goed is, staat hier dus combat. En zou je dus hier. Je moet altijd naar het vlaggetje kijken, zoek het vlaggetje. Zoek, oh dit is. Nee, dit is niks. Oh jawel, daar is het vlaggetje. Dit is. Oh, Troll Warzone. Even kort gezegd. Agility. Oh. Dan krijg je weer een filmpje te zien. Oh. Ik wil recht een klik doen. Oh, ik kom in actie. Yeah, level 13. Sir Onan van de Dungeoneering Saga's. We make a good team. Ik vraag me af of je die beesten kan herbenoemen. Die pet. Oké, dus dat gaan we uitzoeken. Met de bones, want die gaven toch geen XP. Use troll, lieutenant bones. Op sling. Oké, dus het is gewoon echt het allereerste wat hij eet. Zo heet hij. Ik wil een andere naam voor hem hebben. Nou, even uitzoeken hoe dat moet. Oké, okay, doe dus gewoon echt rechterklik op hem. Talk to. En dan reset slings name. Dan kun je een nieuwe naam voor hem invoeren. Dus. Agility. Nou, hier staan mooie pijltjes bij hoe je moet. Dus eigenlijk kun je gewoon als nieuw member zijn en gewoon alles leren. Of misschien zelfs sowieso alles leren. Nou.
ziet er toch wel aardig goed uit. Oké, ik zie hier een nieuwe grot. Daar ga ik ook eens even in. Nee, wacht, waar we straks zijn gegaan. En hij vroeg, is dat hier dat ik een troll moet killen of iemand iets. Dus ik pak mijn zwaard. Yeah. En ik ga ook special doen. Oh, special. Aan. En dan gaan we een level 2 trollbroed killen. Wow! Geen idee wat de special deed, maar hij zag wel vet uit. Yeah! Oké, hier door het killen van de trolls vind ik ineens een bladestone dreep van 500 coins. En hij ziet er zo uit. Oké, dus ik kon even de weg niet meer vinden. Hier links kun je dan op het i'tje drukken en dan zie je dus de weg hoe je naartoe kan komen. Oeh, ik was er best wel ver weg vanaf. Oeh, hehe. Oké, dus ik moet die armor maken voor die vent. En ik denk dat jullie dit zelfs zonder mij of zo wat het kunt maken. Maar ik weet niet of jullie het leuk vinden om te kijken. Niet mining supplies. Free, oké, die hebben we. Dit ziet als een mining. Wat is er allemaal van mining hier? Ik zie hier koper, clay, koper. Oeh, allemaal muziekjes unlocked. Oeh, nog 3 te gaan. Maar oeh, mine blokken tunnel. Oh. Yeah. Oh, hij gebruikt 1 hand. Yay. Hi, Dinza. Yeah, 16k erbij. Oké, dus clay. Oeh, clay. Oké, laten we maar gewoon koper en tin nemen. Koper. En tin. Is het de enige tin hoor? Nee, daar is ook nog één. En dan gaan we dus weer naar buiten. Oeh, wat een spannend avontuur. Oké, dan gaan we dus dit smelten. Oh ja, wacht, we eens met hem praten of niet? I want to try mining. Oh. Nee, ik wil geen accommodation. Recommendation. Trade. Take one. Ah, oké. Oké, ik heb nu dus mijn pickaxe. Have some stuff for you. Laat hij dus gaan mining doen. Ik wil smetting. Ja, kunnen bronsbar. Oké, die gebruik ik dus op de anvil. Oeh, helm. Ziet er met helm, ziet hij met helm eruit? Echt weinig verschil met de full helm. Maar, zal mij een worst wezen. Alsjeblieft. Nou, oh. Is ik al mijn equipment? Leather gloves. Ah. Klinkt als kou. Kou, 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 kou. Kou hide. Oké, dan moeten we eens gezien te tannen.
Oeh, wie vloem? Nee, nee. Mustang Capes. Ah. Oh, goed om te weten. Oké, talk to. Oh, Ten Hag. Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag. I need you to dance some ladder for me. Het was gratis. Oh. Oh. Oké, dus. Oh, we hebben nog Needle en Treat nodig. Treat, 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 treat. Ik heb al. Treat, ik wil. Oh, 50. Het is toch gratis. En. Nothing crest happens. Oh, gewoon craft. What did you want to use? Oké, en. Nee, die kant. Ah, close. Kijk eens, ik heb close. Heeft ze Stefanje? Oh. Hij voelt zich weer helemaal sterk. Als ik echt ben, dan weet ik zeker dat hij wat voelt. Mafkees. Die. Shizzle, Tourist, Designer. Oh. Machinery of War. Continue. Oké, mag ik potato seeds gaan planten? Oké, dan mag ik dus naar die farmbase hebben gebruikt. Daar zo mag ik gaan hunten. En dan mag ik gaan vissen. Nou, dan het voeden moet ik gaan koken. Dan use je de food op hun. Dan moet ik met Ruf praten. Pickpocket. Oh, nu mag ik met de quest beginnen. We volgen de lijn. Oké, dus we pakken wat wiet. We pakken seeds. We gaan de trap op. We doen de items hier in de hopper. Dan halen we de levers om. Nee, klinkt als leverworst. Take floor. Vloer. Nee, vloer. Volg de pijl weer. Of volg het pad. En dan praat je met Neil. Nails. Sneeuw. Ah, slak. Klik, 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 klik. Ah. Gaan we weer het pad volgen. Gevist. Nu pakken we wat flax. Flax. Oh. Shiny. Oh, nog één. Oh. Mankey crayfish. Oh, oké. Is goed. Dan. Oké, dus nu heb je flex geplukt, maar hebben we al die crayfish erin gedaan. Trouwens, mijn taskmaster is weer weg. Voor als je dat wilde weten. Nee. Oké. En dan praten we hier met hem. Volg de lijn. Je koopt van hem een potato. Gratis. We gaan dus hier naartoe. Inspect hole. Yay. Daar hebben we nog viezere stinky potato. We volgen de pijl. Dan gaan we terug naar slak. Sneeuw, neel, slak. Hey, dungeon. En is dat alles, dat alles? Oh, dan moeten we dus use de alles op elkaar. Dan volgen de pijl weer. Oh, het lukt zelfs naar binnen. Dan moeten we het waarschijnlijk gaan koken. Dan gaan we dat ook doen.
Dan gaan we toch in die vent. En... Ah, nog niet klaar. Jongens, het is een lange quest. Dan pickpocketje. Dan gebruik je de spices op je. Verrotte pie. Gaan we naar het pijltje toe. Oh, zo die mogen omhoog. Oh, wauw, dat is een dik zak. Hé. Hallo. Nou, zien wat hij van de taart vindt. Here's your pie, I hope you enjoy it. What is it called? Crayfish a la manke. Volgens mij is iedere optie goed. Dat is altijd goed. Ho, ik zag met zijn wenkbrauw vermogen naar boven en beneden gaan. I have never still want to hear every detail. Oké, zo te horen, als je het geluid aan had, dan moest je zeg maar een soort van overgeven. Ja. Laat het daarop houden. Oh, mag de pijl weer volgen. Sue. Open chest. Oké. En dan weer naar die event. En zijn we klaar? Zijn we klaar? Ah. Dus de brief aan hem gegeven. En zijn we nu klaar? Alsjeblieft. Yay! Woe, teammate bye. Continue. Oh, wat nu? Oké, dan kun je hiermee praten. Ik heb even net over de map gekeken. En de map is ook helemaal aangepast, want nu zitten we al tegen Vader aan zo'n beetje. In ieder geval langs de muur bij Tevel is hij al aan het zuiden. Dus ik zou zeggen, neem ook een keertje kijken op de map. En moest hier even mee praten. Oké, dan is dus Get Task. Oh, ik heb net een fout gemaakt. Doe geen Get Task, want ik ben nu mijn task kwijtgeraakt. En volgens mij is ook mijn row daarvan stopgezet. Nou ja, je leert ervan. Oké, dus je moet eigenlijk de gloves bij het trade krijgen en dan moet je de gloves dragen. We moesten de grot in. Oh, Ariana. Oké, je volgt het pad. Nou, dan kom je dus eigenlijk bij een soort hele grote troll uit. Zoals het eruit ziet. Tuuk. Oh. Ah, je ziet er heel sterk uit, maar dat is hij niet. Het is een shaman. Ja, meer. Mission complete. Yeah. Klik, 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 klik. Oh, Ancient Magic Axe.
Oké, dat was een soort glitch. Als je dat hebt gedaan, moet je dus uit en in de grot gaan. Dan heb je het verholpen. Oké, dus je doet je staf aan die je hebt gekregen. En dan kun je die beest aanvallen. Welke spreuk ook doe gewoon windrush. Maar deze staf heeft een special. Boom! Fuck yeah! En dan steek je hem neer. Wat een. Oh, longbow. Wat een mooie manier is om. Ga gewoon met mijn lee. Kom hier. Rrr. Ja, oké, wacht. You need to click once. En dan wop! Dus je helpt een hart eruit. Oh, wil je. Maar goed, wat zegt de pijl? Oh, nog even een reactie voordat mensen. Trouwens, je weet. Zeg daar uit wat ik nu aan het doen ben en aan het proberen. Voor de duidelijkheid, de ranger wat we straks zagen was Armadiel. Volgens mij, ineens. Ik kreeg nu vragen waarom het slayer dan net niet lukte. Ik heb zo'n gevoel omdat ik een task heb, moet je die task afmaken. Dus ja, om te doen moet je welke task doen, maar maak eerst je andere task af. Dat is mijn advies. En ja, je ziet dat ik niet echt prepared ben of zo. Ja, dat komt. Het zijn maar crawling hands voor mij. Dus ik ga gewoon op los mappen met mijn Goliath Gloves. En ik ga nog wel een keer zo'n leuke naam verzinnen voor die leuke troll. Hij loopt al leuk achter je aan, moet ik zeggen. Ik had gelijk, je moet gewoon je sleertas doen die je op dat moment hebt gekregen. Jee. Oh, ik kan weer. Als je buiten Burgtoop bent, kun je kiezen. Dus ik kies opnieuw Burgtoop. Ja. Dus. Oh, je hebt nu completed 445 tasks in totaal. Oh, dus daar is wel gebleven. Oh, dat is wel mooi. Also, ja, hopelijk is dat zo. Dus. Ja. Ik heb lag. Alleen in Bertoop. Raar. Goed. Dus. Close. En nu? Waar staat? Waar staat het nou? Op een tasklist. Nu. Nou, overal 550 van de 426. Nou ja, goed. Ik ben nu mijn tutorial kwijt. Wacht eens even. Op de tasklist. Options. Tutorial is off. Ah, daar gaan we weer. Continue. Koen! Koen! Waarom heeft jouw pet zo'n stomme naam? Hehe. Ik moet die kant op. Nou, Koen, laten we zien wat er vandaan eruit komt. Geef hem eten. Of nou jij meldt. Alles. Oh.
Koen, duurt lang. Ik weet nog steeds. Ah! Oh. Hey YouTube. Geef me mijn naam. Ja, dat kan ik ook. Heb ik nou een nieuwe emotie erbij? Want ik zie... Oh, wacht. De theater-emoties zijn weg. Koen is weg. Oké, volg de pijl. Oh, nee, Koen heeft hem wel. Van Koen heet Hamer. Hamer. Oké. Oh, dat doe ik niet goed. Nee, ah. Oh. Stop. Talk to. Reset slings name. Yes. Put to flightness. Lucitara. Destroy. Oh, oké. Ik heb gezien om dat ding terug te halen. Wat voor naam zou ik er geven? Wat heb ik hem even toch? Dat komt op een bank. Oké, dus ik heb hem nu naam gegeven. Jewett Cullen Statue. Awesome. Mijn naam. Owned. Oh. Staff of Light. Staff of Light. Yeah! Woehoe! Oh ja. Volg de bel! Woehoe! Staff of Light, Moff Case. Ja, daar gaat nog iemand hebben die party uit heet ofzo. Oké, dan met Summoning gewoon alles free nemen. Altijd goed. Oké. Infuse. Oh. Ja, doen. Yay. Summon. Aha. Oké, dan volgt. Weglopen. Goeie optie. Next task. Oké, dus. Waar is mijn Druid Golden Statue? Yeah, pick him. En. Summon! Ah. En front of pick a mix, oké. Yeah! Oké, house on fire. Fire making skills. Oh, agility skills. Oh. Niet. Oh, ik moet beide handen gebruiken om haar te helpen. Oké, volg de pijl, dan moet ik dus summoning gaan rechargen. Oeh. Ah, points. Joe, klaar. Oké, dat ding dus nu. Pijltje, volg. Oké, volgens mij moet ik nu arrows maken. Dus craft. Knife. Arrow shafts. Yuki. Haha. Aha. En dan moet ik nog arrow tips hebben. En we kunnen gewoon die vent. Oh, we kunnen gewoon deze vent hier traden. Ook die andere trouwens. Vergoed, ik denk met deze kan we ook traden.
Voor de brons arrowheads en de feathers. Oh, eerst feathers. Ja. Hoho. Oké, nu rook eraan. Boog. Use. Drop. Oh, shoot drop. Ook dat kan ook. Ping. Tada. Oh, en het is ook belangrijk dat je zelf even een boog maakt. Oké, let er wel even op dat je een shortbow maakt. Maar ik denk dat de longbow was niet goed. Dus een shortbow. En dan komen we aan bij ons volgende target. Volg de bijl en vaak is het trade of zo. Goed, omdat ik misschien toen straks uit JT Core State kon ik die gelijk meteen klikken en doorgaan. Dus nu kom ik hier bij Combat en I'm ready now. Oh, ze zijn gebaseerd op mensen uit Combat level 3. Zodat iedereen hem kan doen. Klik, 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 klik. Oeh. Klik, 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 klik. En ook dit is iets van... dat je stem hoort. Ariana. Zeg Owen. Linza. Ozan. Is Blushank iemand? Dat ik nooit heb gehoord. I'll do my best. Oké. Okay. Dus... Wat had ik nu van mij verwacht? Oké, okay, dus... Oeh, Steel Full Helm. Oké, okay, Today Special. Get a recommendation van mijn skill masker. Master. Get a recommendation. Ja. Wat wil je? Help here's a first host. Nee. See you next. Nee. 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 Customize your ring of kinship to increase your base. Nee. 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 Wat krijg ik voor? Nee, dat vergeet je zo aan die feedables. Nee. Nee. Zie maar. Oeh. Hey. Hoezo kan ik die niet? You have already completed this. Teleport? Nee. Wil ik niet naartoe beginnen. Oké. Okay. Simon. Dus. Aha. Het zijn allemaal dingen die ik kan doen. Even kijken. Ize of. Accept. Oh. Oké. Okay. Dan gaan we naar Simple Accommodation. Maar heb ik al tasks gedaan? Op een tasklist. Nee. Niet dat is gedaan. Oh jawel. Nee, eentje niet. Option. Oké. Okay. Welke moet ik dan nog? Oké. Okay. Ja, waarom volgt hij me nou? Nee, oké. Okay. Oké, okay, ik heb maar hier eentje geaccepteerd. Enter de Ranging Guild. Dat is voor mij het allersnelste gedaan. En dan offeren ze je een teleport daar naartoe. Dus wees zeker dat je alvast alles klaar hebt om dat te doen.
Maar in dit geval is het. Oh. Klaar. Snap je? I finished. En ja. Dus nu ga ik weer terug. YouTube. Dus pak iets simpels. En ja. En zo te zien zijn er ook meer tasks bijgekomen. Dus nu heb ik alles van tutorial gedaan. Tutorial of. En ik wil nu best. Oké. Okay. Dat was allemaal gedaan. En dan zie je dus de nieuwe task. Tweet de kapot spin, harvest farm patch. Dringen door. Oh, die heb ik nog steeds. Die heb ik nog. Teleport to Demonheim. Vorm een engineering party. De engineering doen. Goed, dat doe ik nog allemaal een keer. En build an item for your house. Zoals. Oké. Okay. Dus die task heb je dan allemaal zo gedaan. En ja, ze kost ook niet echt veel moeite. Dus ik ga nu even mijn attack potion drinken. Woo! Yeah, task done. Wauw, ik ben goed. En ja, succes voor de beginners vandaag voor jullie. Om hieruit wat te leren van RuneScape. En verder zal ik ook nog een keertje zelf een beginnersguide maken. En bij beginners zal het guide bankvideo. Zal waarschijnlijk ook al komen. Misschien deze week als ik bij een guide niet doe deze week. En zo, en bla 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 bla. En ja. Doe maar eens een keertje succes. Dan zijn jullie van mijn gezeik af.